Ik wilde het uitschreeuwen. Ik wilde ergens tegenaan trappen. Ik haatte New York. Wij twee jongens gaan over Adriaan en zijn tweelingbroer Alexander. En samen met hun ouders wil die emigreren naar de nieuwe wereld, naar Amerika. Want ze geloven dat het daar veel beter gaat zijn dan thuis. Maar uiteindelijk komt alleen Adriaan in die nieuwe wereld in New York aan. En hij is helemaal alleen en hij weet van niks en hij moet van nul dus terug helemaal zijn leven opbouwen. Ik kwam bij een pleintje. Een grote poort leidde naar een park. Bomen, schaduw. Ik rende het park in en liet me tegen een boom zakken. Dus hij is daar helemaal alleen en hij moet zijn leven helemaal opnieuw opbouwen. En hij haat het en hij kan het niet, tot als hij Jack ontmoet. En Jack, daarmee raakt hij bevriend en het is Jack die hem gaat helpen een beetje zijn weg te vinden in dat nieuwe leven. Traag trok ik mijn vestje uit en ging erop zitten. Dat mocht niet ook gestolen worden. Mijn hoofd leek vol te zitten met de hitte van de stad. Een zwarte hitte die tegen mijn slapen bonsde. Het liefst zit ik gewoon aan de tafel met mijn laptop voor mij, mijn muziek op mijn oren, dat niemand mij kan storen. En dan bestaat heel mijn wereld alleen uit mijn verhaal, ik en mijn muziek. Ik bleef doodstil liggen en probeerde alles te vergeten. Alles wat er gebeurd was vanaf het moment waarop we onze boerderij in West-Vlaanderen hadden verlaten. Voor ik begin te schrijven, liggen de grote lijnen van het verhaal meestal al vast. Want ik schrijf niet chronologisch, ik schrijf alles door elkaar. Ik schrijf waar ik zin in heb. Dus dat betekent dat ik toch een beetje moet weten waar ik naartoe ga. Behalve het einde, dat is echt voor het einde. Dus dat blijft voor mij een verrassing tot op het einde. Samen met de rust kwamen de beelden van vader en Alexander terug.